Hey kijkers van de Zaterdagkracht, welkom bij een nieuwe aflevering. Het is lekker mooi weer. Ik ben niet alleen, want we zitten eigenlijk met dezelfde mensen. Dus Jeffrey hebben we hier, we hebben hier Dylan op een Face-account, we hebben hier Dufs en we hebben hier Kools. Hallo. En ja. We gaan lekker door de jungle, gaan we zwemmen. We slaan Serbia toch over, hebben we besloten, want zoveel eten is daar niet te fixen. En ik ga ook echt een etenprobleem krijgen trouwens straks, maar dat zien we dan wel. Wij gaan de Floating Islands doen. En ik denk niet dat we het allemaal gaan doen. Ik denk dat één of twee even achterblijven om toch belangrijke gear te saven. En we kunnen ook niet allemaal, want dan gaan mensen het gewoon niet halen qua eten. Dus wordt even eten stekken zometeen. Wie wil zich nomineren om met mij mee te gaan zometeen? Ik. Colin en Jeffrey niet zo happig, blijkbaar. Nou, ja, ik wil wel gaan hoor. Ik weet het als ik zeg dat toch geen zin heeft, dus... Hoezo dat? Nou, als jij wil, Colin, ik wil best mee aan jou geven, hoor. Als jij het leuk vindt. Nee, maar ik ben daar veel te shy voor. Voor hetzelfde geld donder ik dan weer dood en heb ik het weer gedaan. Dus ja, dat is Jeffrey ook overkomen. Ja, maar ik heb zeg maar het hele team dood laten gaan, Colin. Ik weet niet wat erger is. Waarschijnlijk, solo dood gaan zijn. Minder schandelijk, zeg maar. Nee, laat Dylan dan maar gaan. Maar, oké. Dus Dylan en Duff gaan met me mee. En Colin en Jeffrey gaan op de gears passen. Ja. Oké, deal. Dat kan. Oh, gelukkig. Geen Jeffrey die moet jumpen, want dat gaat fout. Nou, wat een vertrouwen. Shots. Nou ja, jij bent wel de enige die tot nu toe doodgevallen is op de pootjes deze serie. Dat was niet uit een boom. Jump. Uit een boom, ik liep gewoon de rat in. Jij is nog erger. En David ging dood door een big zombie. Ja, jongen. Oh, ja, dat was echt super zuur inderdaad, ja. Ik ben de vorige keer trouwens ook door een brug heen gevallen. Wie kan het zombie dead? Perfect. Wie kan de TomTom even aanflikkeren en zeggen wanneer we moeten gaan zwemmen? Want ik zie hier een mappie zo. Laten we helemaal doorlopen tot we echt op het ene stukje zijn. Ja, op een grotere punt. Oh man, we moeten echt 1000 blokken vooruit lopen, hè? Ja, dat zal best. Nou, dat is mooi, want daar hebben wij natuurlijk wat om over te praten. Voor Duffy en Jeffrey komt het misschien niet als een verrassing, maar voor de kijkers misschien wel. Er zijn wat wijzigingen gekomen in DDC en in DDG, namelijk vooral met wat mensen. En Colin en Dylan zitten hier nou, dus dat is wel even leuk om daarover te hebben. Colin is natuurlijk een beetje een, hoe noem je dat? Loser. Nee, ja, dat ook. Maar er is een woord voor iemand die teruggekomen is, zeg maar. Want je hebt ooit een keer een poging gewaagd om een impressieserietje te starten, maar dat is dan niet zo heel erg lang doorgegaan. Nee, nu ga je wel weer aan de slag. En dit is op zich wel leuk groot nieuws, want mensen vragen hier best wel veel om. Wat gaat er komen? Vertel het maar. Omdat ik natuurlijk... Op DDG, niet op dit kanaal, voor de duidelijkheid. Op Discount Games, inderdaad. Ik heb één keer samen met Kevin een aflevering geprobeerd en het sloeg zo goed aan dat onder andere ik, Kevin, Dylan en Joris, tot nu toe, dat is een beetje... Ik de, ook, de... hè? Hoi! Ja, daar en Gijs. En Joran. En Gijs gaan op de PlayStation 4 GTA roleplay doen, tot nu toe. Oh, ja, dat is gewoon, er komt eindelijk PlayStation. Weer... PlayStation? Ja, man. Ja, dat kan gewoon. PlayStation, man. Geen enkel, ik zeg ook PC, maar PC Master Race. Goed, ja. Anyway, laat Jeffrey lekker maar lullen met zijn PC Master Race. Komt er dus op neer. Het belangrijkste is dat er weer GTA op DDG komt. Dat is best wel een tijdje geleden. Trouwens, ik ga mijn water even bijvullen. Mensen zeiden dat we dus het anders als FIFA en Minecraft. Ja, maar wat dan? Nou ja, nu hebben we de mogelijkheid ervoor met de mensen. Dus Colin gaat weer een kans krijgen bij DDG. Jullie kunnen nu eventjes naar gaathiethalen.nl toe gaan. Daar kunnen jullie namelijk inleggen of hoe lang hij het vol gaat houden. Ik geloof dat de winkans voor 1 week staat op 2-1 volgens mij. En als hij het 8 weken volhoudt en je hebt daarop ingezet, nou, dan heb je echt vertiendubbeld volgens mij. Maar dus, kan ik er ook wat mee winnen of niet? Nee, jij niet. Ah, ja, dan ga ik gewoon weg. En ik zal die man ook even in beeld brengen. Loop maar door, hoor, Jeffrey. Komt helemaal goed. Ja, loop maar verder. Jij niet. Oh. Nee, je bent klaar. Oh. Je bent klaar. Hallo. Het is dan eigenlijk een loop maar door. Terwijl ik ga even je kontje kijken. Mooi. Dylan, ja, loop eens door, man. Ja, ik moet mijn kontje kijken, toch? Ja, dat komt helemaal goed. ik kan het prima zien zo. Ook Dylan gaat onderdeel uitmaken van de groep. En zullen we gewoon spoilen wat het is? Want het is waarschijnlijk voor op dit kanaal natuurlijk, op DDC. Ja. Wat gaat er komen? En wij gaan het Mindtopia nieuws doen. Ja, ik heb even mijn appeltjes op. Nou ja, dat en we hebben nog een paar dingetjes. Kijk, wat het is. Het is super moeilijk om van 8 verschillende YouTubers elke dag Mindtopia te kijken. En nog überhaupt te weten wat er allemaal speelt. Wat we dus missen, zeker straks als het een public server is. Dan willen mensen heus wel weten wat er in de belangrijkste stukken van de server gebeurt. Ja, hier is het, hè jongens.
Ja, want hier gaat hij weer terug de bocht om. Oké, let's go. En ik zie daar het einde van de wereld, zeg maar. Oh, beetje jammer. Mag ook. Vandaar dus dat Dylan en ik dan één keer per week Mytopia nieuws gaan doen. Dat kun je volgen en dan zie jij in één video wat er die week gebeurd is. Eigenlijk ja, voornamelijk in Mytopia, maar ook wel omheen natuurlijk. Hè? Ook op andere servers als er ergens anders wat gebeurt. Ja, precies. Want heel veel mensen gaan natuurlijk daar naartoe, maar ook wat er ook speelt in die servertjes en ook in Mytopia zelf. Dus ruzies, dat soort kleine dingen, kan er ook allemaal natuurlijk voorbij. Wordt dat dan een soort roddelrubriek? Ja. Dat kan je. Ja. Ja, als Colin weer eventjes niet er is, zeg maar, weer op vakantie gaat, weet je precies bij welk liefje hij aangeklopt heeft. Ja, nou dat dus. Dus dat soort dingetjes. Leg er een keer uit, Colin. Maakt niet uit. Ja, zeg maar gewoon, oh, vet man. Ja, wat gaaf. Wat gaaf. Oké. Okay. Jezus. Nou, dus dat was even het nieuws tussendoor om een beetje tijd op te vullen. Wij zijn nou aangekomen bij het meest saaie stukje van de map, namelijk alleen maar stone aan elkaar geworld paint. Maar als we dan 200 of 300 blokken lopen, dan zijn wij bij de brug. We moeten nu toch echt een verdeling gaan maken. Hoeveel eten hebben we allemaal nog? Weinig. Ik heb letterlijk, ik heb mijn laatste twee appels net opgegeten. Ik heb één appel. Voel ik me wel heel machtig met eten namelijk. Nee, ik heb alles uitgedeeld net, maar ja. Eén appel en rotte flash. Ik heb een mushroom stew, ik heb twee appels en ik heb een vis. Heb je flash op F? Nee, ik heb mijn flash altijd op D, man. Oké. Ik ook. Oh, ik heb nog een vis en rotte flesh. Colin, maar heb jij een flesh op zitten op D of op F? Ik besnap de grap niet. Hoeveel rotte flesh is er totaal? Kan iedereen even het aantal rotte flesh opnoemen? Want dan neem ik dat wel mee. 1. Dus 2 totaal, meer niet? Oké, okay. Dan is dat niet echt functioneel. Dan gaan wij zometeen wel even vis jatten van Colin en zo. Lol, cookies. En van Jeffrey gaan we... Wat had jij, Jeffrey? Niks zeker. Appel. Een hele? Ja, een hele appel. Oké. Okay. Ga ik goed trouwens? Want ik loop maar wat, hè? Even kijken. Ja, hij gaat goed. Oh, wonderbaarlijk. Ja. Hoe is mogelijk? Probleempje, jongens. We hebben straks Void. En dat betekent letterlijk dat de verdervalling en zo, dat heb je allemaal geen flikker aan. Ik doe die shit ook uit. Het is echt kloten daar. Voor mij zijn we er al zo'n beetje, of niet? Ja, dit is het gat. En uiteindelijk, ja, je moet nog 200 blokjes ongeveer. 200 blokjes. Rechtdoor. Oh, yes. Ja. Kijk, oh, daar is het. Naar beneden. Oh, daar is de brug. Ja, ik zie het. Oh. Hoe komen we terug? Er is wel een met de benenwagen. Nee, het eerste stukje is dat je naar beneden moet springen. Zie ik dat verkeerd? Nee, je haalt het wel terug naar boven als het goed is. Dit is het... nee, dat haal je niet terug naar boven. Daarom vraag ik. Ik zag een gat zitten waar je omhoog weer kon komen. Nou ja, gat. Ja, dat weet je zeker. Want ik heb... Oh, wacht, staat er ook een sign. Aan de andere kant of zo. Dit is Riet de Sin. Welcome to the Floating Islands. Nou, bedankt, hè. Jawel, je komt... Hey, wacht even. Die map geeft aan dat het van steen is, maar dit is bevroren. Ja, oh, ze hebben het waarschijnlijk met kerst aangepast. Oké, Duff en Dil, even wachten. Dan krijgen we even jullie eten, jongens. Jullie krijgen van mij ook alle belangrijke shit. Ja, hoeveel chain hebben we nog? Ik heb nog een full chain chestplate. Ja, komt u maar. Alles wat je hebt. Even kijken. Mag je de iron, mag jij hebben? Want we kunnen natuurlijk wel, zombies en shit tegenkomen daar. Oh, dat waren iron leggings. Ook nog een iron chestplate eventueel. Ja, ik ben zo wel redelijk compleet. Dan mogen je deze ook weer even bij je houden. Wat er meer. Ik denk dat ik mijn instant health potion 2, die ga ik ook even afstaan aan jullie. Want dat is ook zonde. Dan heb ik 4 health pots over. Ik geef jullie ook nog een bandage voor de zekerheid mee. Ja, goeie zaak. Ik geef hier ook even mijn oude iron lever ik even in. Ja, ik doe dat ook. Ik vind het zo zonde. Duur is mijn info vol. Oké, check. Jeffrey ook vol, ja, Jeffrey? Die van mij is ook vol, ja. Maar ik kan wel kijken of ik dat uit kan gaan. Want die iron moet wel even opgepakt worden, dat is wel belangrijk. Ja, ik heb bols en zo, Jaap. Ja, gooi dat maar weg. Die heb ik ook nog wel twee van. Ik heb 3 bols. Echt veel te iemand veel. Nog een, moet iemand een appel nog meenemen? Ja. Ja, ik. Ja, dat gaan we eerst doen. We hebben dus eerst alles gedumpt en nu moeten we even eten gaan verdelen. Dank u wel. Bols gewoon weg, alsjeblieft. Colin, wat heb jij allemaal nog? Ik heb, 2 koekjes, een rotte flesh en een vis. Ja, en Dylan en Duff, ik was het alweer vergeten, maar hoeveel hebben jullie? Ik heb 2 appels en ik heb een mushroom stew en ja, ik heb een antidote. Geef maar aan mij dan, Colin. Dan hebben wij zelf nu geen eten meer, dus dat wordt lachen. Onzin, als je niet beweegt... Ah ja, als je erin staat, moet het wel goed gaan. Hoeveel antidotes heb jij, David? Ik heb een emmertje melk. Oké, je hebt in ieder geval 1. Oké, nee, dat is goed. Ik heb ook nog 1 voor de achterhand, toch? Ik heb 0.
Ik weet je wat, je hebt in ieder geval iets te eten, Colin. Dus dat is complimenten van de chef. Ah, top. Oh, en misschien dat je deze nog kan uitlikken. Oké, het moment is daar. Ik neem trouwens, dit mag je ook houden. Een mooi smite zwaardje. Is allemaal onzin dat ik het allemaal meeneem. Niet te veel hoor. Wel iets, hè? Meenemen. Ja, ik heb nog een smite 2 zwaard. Ja, er is wel zombie rate daar van high. Dus super. Guys, als we hierin flikkeren, dan zijn... Oh, shit, we hebben geen iron hoe. Ik zie per direct 3 van die mooie mushroompjes daar. Kut. Oh, natuurlijk een body voor je. Nee, dat heb ik niet. Het idee is, jongens, dat ik niet als eerste ga steeds. Dus je wil dat ik als eerste ga? Naar iemand. Hoppakee. Oké. Kom je ook nog... No. Oh, daar is hij al. Woedio. Oké, ja. Gelukt. Het zou ook raar zijn als dit niet lukt, trouwens. Het ziet echt veel te simpel uit vanaf hierboven. Ja, vanaf hierboven is het echt zo straight to the point. Dat denk ik wel bij meerdere dingen. Dat zegt ook altijd wie is de mol, ja. En dan is het ineens... Oh, dat gaat Pieter. 2 keer, 3 keer, 4 keer. Oké, wij zijn binnen. Wat staat hier? Remember... Both these are made to kill you if you do. Do not log off near the edges or the bridges. Oké. Waar dan wel? Je moet vooral niet op treasure plates of op hoge blokken staan, want je wordt weggetapeet. Wow, Dylan! Ja? Kijk hier! Steen, fuck you, man. Oké, volgens mij was hier alleen maar in het middenstukje zat een of andere kist. Dus ik denk overslaan, toch? Ja, ik denk het wel. Ja, in dat middenstuk zit alleen een kist. Ik heb de map open. Oh, we echt een hoodie hoe moeten hebben. Achter ons, pigments, jongens! Ik zie het. Zombies, still alive. Oh, ik leef ook nog. Ja, mini-zombies. Fuck. Daar hebben we leven nog. Wacht. Op! Nee! Ik ben dood. Ik ook. What the fuck? Nou, dan zie je verder kijken op het kanaal Colin van der Bos samen met Jeffrey Force. En dan even zonder grappen. Schijnbaar was de wiki niet helemaal goed, want er zitten wel zombie spawners dus daar. Ik zag er 2. Zombie spawners, maar geen het was veranderd van zombie spawners of van zombie pigmen naar spawners. Normale. Nou, dit waren wel zombie pigmen volgens mij. Ze kwamen uit het niets. What the fuck? Nou, ik ga nu daarheen. Doe maar niet. Ja, doen. Gewoon gokken, want als je al die shit op kan pakken... Of je wacht... Nee, je moet dan zombies killen met 2 gaan dan. Yo, Jezus! Oh, God. Nee, Colin! Nee, serieus, luister. Het zat er zo simpel uit. Ik ben Nee, maar ik werd letterlijk teruggeplaatst. Ik had lag. What the fuck? Lag! Nee, ik zweer het. Was dit opgenomen? Oh, God. Oké, prima. Jeffrey gaat het straks nog proberen, maar daarvan zien we wel of we ons een keer ooit terug kunnen vinden. Nee. Floating Islands, best kut dus, schijnbaar. Zelfs met 4 man, of met 3 man, konden we gewoon niet 2 zombie pigmen zaten. Het is gewoon super kut. We moeten weer een nieuw plan gaan verzinnen. Dat gaan we de volgende keer doen. Als jij wil dat wij verder gaan met de MyZine-serie natuurlijk. Dat mag je even in de reactie achterlaten. En hoe meer likes, hoe sneller de volgende aflevering opgenomen wordt natuurlijk. Want zo gaat dat. Wij doen alles voor de likes. Check even de kanalen van de jongens die meededen. Die zijn in de beschrijving. Abonneer even op Dennis. En heel graag tot een nieuwe video hier op het kanaal. Later.